Robert van der Wolk, we hebben het vandaag over bevers. We staan hier op de locatie van het gebouw van Jeugdwerk in Ravenstein. Wat heeft de gemeente binnengekregen van bevers? Nou, wat we binnen hebben gekregen van bevers, wij zijn eigenlijk sinds vorig jaar eigenlijk verrast, zullen we zeggen, met het beestje in onze gemeentegrenzen. Zowel in Os zelf als hier in Ravenstein. Zijn er een aantal locaties, daar is het een en ander ingestort. En uiteindelijk bij het nagraven kwamen we erachter dat er bevers zaten. Hier daadwerkelijk bij de loods van Jeugdwerk. Daar kregen wij de melding van Jeugdwerk zelf. Hè. Uiteindelijk was hier een stukje straatwerk ingezakt. En zij hadden direct zelf een beeldcamera geplaatst en kwamen er dus achter dat er een bever zat. Nou, toen gingen onze alarmbellen natuurlijk rinkelen. Wij in overleg met het waterschap, die voor allerlei ontheffingen en dergelijke kunnen zorgen, zijn wij hier naartoe gegaan. Allerlei andere instanties die erbij betrokken moesten gaan worden. In het Ossen, waar wij als gemeente dan van verantwoordelijk zijn, hebben we meerdere locaties waar ze gespot zijn. Alleen het is af en toe lastig uit te vinden waar ze daadwerkelijk hun hol maken, of hun stelsels gaan graven. Ja. Dus dat is wel lastig, de burgte, zoals ze dat dan mooi noemen. Ja, want op deze locatie is hij dus aangetroffen. En hoe ga je dan te werk? We hebben gezien dat er in de gracht vreemde figuren rondzwommen. Ja, nee, goed, iedereen ziet hem nu. Hè? Ik bedoel niet die bever, maar er zijn duikers in de gracht. Ja, duikers. En die zijn, uiteindelijk moet je gaan monitoren van waar kan hij gaan zitten. Want wij willen nou wel langzamerhand weten van waar zit het beestje, waar blijft het beestje. Maar er zijn ook best wel potentiële locaties die gevaar kunnen gaan, op termijn gevaarlijk kunnen gaan worden. Straatwerk wat kan verzakken. Pak maar zo'n voorbeeld, we willen hem absoluut niet hebben dat hij dadelijk ergens gaat graven, bijvoorbeeld langs de begraafplaats. Want uiteindelijk gaat hij toch een enkele meters, zullen we zeggen, die oever in. En ja, dan kunnen daar uiteindelijk verzakkingen optreden. Nou ja, dat wil je eigenlijk zien te voorkomen. Dus wij moeten gaan monitoren. Dan hebben we een... Via de zoogdierenvereniging, daar is iemand bij aangesloten en die heeft een heel mooi duikpak. En die is bekend met die beestjes en die gaat zoeken naar die holen. Want die zitten onder het water, dus die zijn van bovenaf niet te zien. Nee. Er stonden ook paaltjes in de gracht, die hebben daar ook mee te maken? Nou ja, uiteindelijk heeft zo'n bever op verschillende locaties gaat hij in het graven. Op verschillende locaties gaat hij zijn burcht in. En om te zeker te zijn tot je die burg nog bewoond is, moeten er van die paaltjes omheen, zullen we zeggen, of takken of paaltjes. En op het moment dat het beestje, zullen we zeggen, naar binnen wil of eruit wil, dan bijt hij die paaltjes door. En dan hebben wij in ieder geval een indicatie van hij zit hier en 100% zeker. En dan daarop ga je met allerlei andere instanties in overleg van wat te doen. Ja, want we hebben gelukkig vandaag ook iemand van het waterschap die ons iets meer kan vertellen. Ja. Dus in ieder geval bedankt voor je toelichting en hopelijk gaat de bever verhuizen naar de locatie die jullie voor hem uitgezocht hebben. Nou, we gaan kijken. Prima. Veel mensen zouden jullie zijn. Goedemorgen, Sjaak Daverveld van het waterschap. Hè. Zie ik netjes op je kleding, heel herkenbaar. Het waterschap. Allereerst, wat doe jij daar? Ik ben dijkbeheerder bij het waterschap. Dat betekent dat ik toezicht hou, dagelijks beheer en onderhoud over 110 kilometer Maasdijk. Van Boksmeer tot Waalwijk en de Ringkeend. Je hebt regelmatig te maken met de bever, hè? Ja, dat klopt. De bever is erg in opmars in Nederland. Je ziet hem overal, wat de gemeente ook vertelt, waar ze ook last van hebben. Wij als dijkbeheerders hebben daar in die zin last van. Als er ergens water tegen de dijk staat, dan heb je heel veel kans dat de bever daar ook zich ophoudt en uiteindelijk in de dijk graaft. We hebben niet heel veel water tegen de dijk, enkele poelen. Hier bij Ravenstein de gracht, maar Keent heeft wat poelen tegen de dijk, Marekessel, Gewanden. En daar zie je dus ook dat de bever aanwezig is en dat hij ook aan het graven is in de dijk. We staan hier nu bij het gebouw van Jeugdwerk, dus eigenlijk aan de gracht in Raapstein, achter het veerhuis. Er zijn meer locaties binnen hier de gemeente Raapstein, de gemeente Os, waar jullie mee te maken hebben als waterschap zijnde. Ja, je hebt hier zeg maar de gracht die achter het veerhuis loopt. Daar ligt de dijk tegenaan. Wat wij nu gedaan hebben in het verleden is in ieder geval een stalen damwand gezet. En die was nooit bedoeld om de bever tegen te houden, maar om de dijk stabiel te maken. En te zorgen dat er niet te veel kwelwater onderdoor kon. Maar die heeft nu ook de functie om in ieder geval de bever tegen te houden. En die loopt zo'n beetje vanaf het veerhuis tot aan de afrit Veersingel.
wat we vorig jaar of twee jaar geleden zagen, zat hij naast de damwand. Bij de afrit van de Veersingel was hij ook aan het graven. En toen kreeg je daar dus langs de weg een verzakking. En daar heeft de gemeente inmiddels ook een damwand gezet. Om te voorkomen dat hij in ieder geval daar opnieuw schade kan aanrichten aan de dijk. Ja. Met de gemeentes, nog met een aantal andere partijen, hebben ze een kenniscentrum Bever opgericht. En die is recent hier in Ravenstein landelijk gelanceerd. Heel bijzonder. Waarom in Ravenstein? Ja, waarom? Omdat Ravenstein een van de plaatsen is waar de bever prominent aanwezig is en bewezen heeft dat hij behoorlijk schade kan aanrichten. En voor zo'n landelijke website is het mooi om dan ook de locaties dicht bij elkaar te hebben. Dat was een heel belangrijke reden om Ravenstein te kiezen. Je hebt de Veersingel, je hebt hier het jeugdhuis Ravenstein. Maar ook onder de spoorlijn van Ravenstein, daar zit bijvoorbeeld nu de DAS. Maar met de kennis die er nu is, weet je dat als het hoog water gaat worden, de bever vanuit de Maas, vanuit de uiterwaarden zeg maar, een nieuwe stek gaat zoeken. En dan is die spoorlijn uitermate geschikt om boven de hoogwaterlijn in ieder geval te kunnen huizen. En daar zit de DAS al. Nou, daar kan de bever heel makkelijk een paar weken bij gaan zitten. Ja. Die kenniscentrum, hoe manifesteren ze die zichzelf? Het is een voor iedereen toegankelijke website waarin kennis verzameld wordt en kennis gedeeld wordt. En verzamelt iedereen, alle partijen mogen kennis aanleveren om elkaar beter te informeren. Om te zorgen dat we de bever beter beheersbaar kunnen maken in Nederland. Maar dat hij daar zit is een feit en dat hij moet blijven is ook een feit. Alleen je wilt hem een beetje gaan sturen in zijn leefwijze daarin. Ja. Nou, heel toevallig. Terwijl wij een interview hadden met Sjaak Duivenveld, krijgt Sjaak een telefoontje van Sjoerd Waaiers, een agrariër uit Huusling, ook over overlast van schade van bevers. Jij wilt ons daar iets over vertellen, Sjoerd? Ja, daar wil ik wel iets over vertellen. We hebben hier langs de Wetering, langs het Muizenbergpad, het fietspad, daar hebben we heel veel last van de bever. Hij doet veel schade aan de mais. En ik denk dat we er dadelijk ook op kunnen wachten dat we direct met de trekker de Wetering invallen. Want hij maakt dus holen. Graaft eigenlijk? Hij graaft. Ja. Hij graaft van onder het water naar boven toe. En dan maakt hij op de landbouwgrond, dan maakt hij dus zijn kamer. En een bever die weegt tussen de 20 en 35 kilo, een volwassen bever. Dus die maakt een kamer van een paar vierkante meter. Dus je kunt je eigen voorstellen als je straks met de trekker over de kant van de Wetering rijden, dat de trekker omgaat. Ja, en dat is gevaarlijk natuurlijk. Ja, dat is levensgevaarlijk. Ja, dus, want ja. We staan hier nu bij het perceel. Je ziet dat mais afgeknaagd wordt. Want ja. Knagen doen ze denk ik, hè? Ja, hij knaagt de mais af en dan trekt hij de plant, die trekt hij mee onder water naar zijn kamer toe. En daar legt hij een wintervoorraad aan. Ja, want die gebruikt hij als voeding eigenlijk? Ja, als voeding, ja. Ja. En, vaak zit de bever vaak waar veel hout is, maar omdat er wat te veel zit overal, denk ik, dat ze er eigenlijk gaan verplaatsen. Want hier is verder geen willige hout of zo wat ze kunnen knagen. Maar hier pakken ze dus waterplanten en maisplanten. Direct als de mais weg is, dan beginnen ze aan de waterplanten. Maar ze gaan zich hier vasthuizen. Dus we zullen steeds meer schade krijgen, landbouwschade. En het risico dat we met de trekker een keer omgaan. Ja. Ja. En wat kun je daarmee? Jullie melden het? Ja, wij melden het en wij moeten het, of we moeten, wij, het beste kunnen wij het bij de provincie melden. En als je dus minimaal meer dan 500 euro schade hebt, dan wil de provincie nog wel eens bijspringen om schade uit te keren. Fijn dat je hier ons iets over wilt vertellen. Hopelijk is het nog niet zover dat jullie dadelijk als je gaat oogsten. Nee, dat hoop ik ook van niet, maar we hebben dus dat ligt een beetje gevoelig, maar in Limburg hebben ze dus zoveel schade van gehad dat ze dat daar voor het afgelopen winter hebben ze daar 80 af moeten schieten, omdat ze de schade helemaal uit de hand liep. Dus hopelijk is het hier niet nodig, komt het niet zo ver? Nee, ik hoop het ook van niet, maar Maar andere oplossingen? Ik zie geen andere oplossing, want ze hebben ze al een keer proberen te vangen en te verplaatsen, maar geen één land wil ze, want ze zitten, ze zitten overal, dus dat zal moeilijk worden. Nou, hopelijk hebben de deskundigen dadelijk voor ons een oplossing. Ik hoop het ook. Maar ik ben er bang voor.